Mijn naam is Thomas Verhagen, ik ben programmaleider voor Duitse Hars. Gaat u lekker zitten meneer, we hebben hier vooraan een fantastische plek. Alsjeblieft, lekker grootje diep uit vuur. Het gaat vandaag over electorale geografie. Er zijn een aantal mensen die misschien nog nooit hiervan gehoord hebben. Ik zou zeggen, haak even aan, want het is razend interessant. Niet alleen voor mensen die met politiek bezig zijn, maar met name ook voor mensen die naar lifestyles en naar marketing kijken. Heel interessant ook voor bankcollega's, boerenburgers en buitenlijn. Jos de Vog gaat zo meteen meer over vertellen. Nou, mijn presentatie gaat dus over de electorale geografie van Nederland. Kortom, stemgedrag en geografie, het verband daartussen. Ik ben hier een aantal jaar geleden mee begonnen. Eigenlijk eerst als uit de hand gelopen hobby. Op een gegeven moment een stage gelopen bij GroenLinks. En daar werd het een beetje ontdekt. En hebben ze voorgesteld een boek te schrijven hierover. Bakfietsen en rolluiken genaamd. Waarbij de bakfiets eigenlijk symbool staat voor de kiezer in de binnenstad die vaak op GroenLinks en D66 stemt. En het rolluik meer voor de PVV-kiezer die wat meer aan de rand woont en zich eigenlijk een beetje af wil sluiten van de ontwikkelingen in de maatschappij. Nou, over de electorale geografie. Het is eigenlijk een thema wat tot voor kort in Nederland vrij weinig bestudeerd werd, waar niet zoveel aandacht voor was. In andere landen zien we dat er veel meer aandacht voor is. Heeft veel te maken met het kiesstelsel in Nederland. In Nederland gooien we eigenlijk alle stemmen op één hoop. Als je door het hele land heen 1% van de stemmen haalt, dan haal je zeg maar anderhalve zetel en dan hangt het net van de verdeling van de restzetels af of er dan 1 of 2 worden. Terwijl in andere landen moet je een bepaald district veroveren en dan krijgt één partij eigenlijk het hele district, ook al is die maar met iets van 30% van de stemmen de grootste geworden. Daardoor is het dus veel belangrijker voor partijen om precies te kijken van waar gaan we winnen. Omdat we dat in Nederland niet hebben, is er wat minder aandacht voor. Je ziet lijsttrekkers die gaan soms alle 12 provinciehoofdsteden langs om alle provincies evenveel aandacht te geven en beseffen zich eigenlijk te weinig dat er wel enorme verschillen zitten in hoeveel zo'n provincie waard is qua stemmen. Want in Zuid-Holland wonen 10 keer zoveel mensen als in Zeeland. En wat betreft de verdeling van de aandacht lijkt men zich soms niet helemaal van bewust. Omdat als ze dan zowel naar Den Haag als Middelburg gaan, want ja, Rotterdam heeft al 2 keer zoveel mensen als Zeeland. Dus het is zeker wel belangrijk, ook in Nederland, om te kijken hoe zit het land nou in elkaar qua stemgedrag. Want het is ook nog eens zo, naast dat het qua kiezers dus toch allemaal best ongelijk verdeeld is waar mensen wonen, is het ook nog zo dat het heel ongelijk is waar kiezers in beweging zijn. Bijvoorbeeld in het noordoosten van het land, daar wonen weinig mensen en ze stemmen ook nog eens bijna altijd hetzelfde. Als partij heeft het echt geen enkele zin, relatief dan, om naar het noordoosten van het land af te reizen. Ik heb hier het land opnieuw getekend met alle provincies van hoeveel zetels zijn er per provincie te verdelen. Ja, dan zien we dat het noordoosten eigenlijk helemaal ineens schrompelt. Als je dan naar de verkiezingsuitslagen over de tijd kijkt, dan zie je eigenlijk ook miele verschuivingen daar. En dan speelt de strijd zich toch meer hier af, in Zuid-Holland en vooral in Brabant, dat de provincie heel sterk in beweging is. Dus voor partijen een ontzettend interessant thema, electorale geografie. Daarnaast ook voor overheden, voor marketingonderzoek. Het is eigenlijk een soort barometer van de lokale situatie. Je ziet gewoon als in een wijk het stemgedrag ineens verandert, dan gebeurt daar iets. Nou, dan de verschillende tegenstellingen die in de maatschappij leven en die terugkomen in het stemgedrag. Eigenlijk ook ten opzichte van andere landen is religie een hele belangrijke factor in Nederland. Eigenlijk nog steeds wel, vergeleken met landen om ons heen die vaak gek genoeg wel religieuzer zijn. Dus er is een soort van vaste verdeling van Nederland in verschillende religieuze zones die eigenlijk nog steeds wel een beetje intact is, maar het neemt wel snel af. Traditioneel is het Zuidoosten is katholiek, dan komt een orthodox-protestantse band door het land. Daarboven is dan nog een lappendeken van allerlei verschillende gebiedjes en daar weer boven een vrijzinnig hervormd gebied wat eigenlijk vanaf 1900 ongeveer in hoog tempo onkerkelijk werd. Nu zien we dat in een paar decennia dat het katholieke gebied in het Zuidoosten heel snel ontkerkelijkt is. En dat heeft gigantische consequenties wat betreft het stemgedrag. Terwijl die orthodox-protestantse band die blijft heel erg intact.
Dus eigenlijk zien we een soort van gelaagd model van verschillende factoren van stemgedrag. Je hebt die onderliggende kaart van religie en daar overheen is zo rond de jaren 60, 70 een verdeling qua inkomen gekomen. Dat eigenlijk de onkerkelijke gebieden in het Westen die altijd PvdA stemden, maar op een gegeven moment heel rijk werden, zijn naar de VVD verschoven bijvoorbeeld. De steden werden steeds meer PvdA-bolwerken omdat daar toch in verhouding heel erg veel mensen met een laag inkomen wonen. Dus kwam er een soort driedeling tot stand van stad, PvdA en andere linkspartijen, de rijke suburbs eromheen met veel VVD-kiezers en het platteland waar die religieuze tegenstelling nog intact bleef en dus in verhouding veel CDA-kiezers woonden. Dat was tot ongeveer 2002 de belangrijkste verdeling geografisch gezien. Nou, sinds die tijd zien we dat het stemgedrag weer totaal is veranderd. Dat er heel veel nieuwe factoren bijgekomen zijn. Tegenwoordig is opleiding heel erg belangrijk. Opleiding hangt grotendeels samen met inkomen, maar lang niet helemaal. Die opleidingstegenstelling zien we heel duidelijk terug in nieuwe partijen. Vanaf de jaren 70 stemden heel veel hoger opgeleiden op GroenLinks en D66, of de voorlopers van GroenLinks. En eigenlijk sinds het begin van de nieuwe eeuw, dus rond 2002, zien we dat er ook veel lager opgeleiden ook bewust op andere soort partijen gaan stemmen. Dat zowel de lager opgeleiden van de PvdA als van CDA als van de VVD, eigenlijk uit al die hoeken, dat die samenkomen in een nieuwe partijen zoals de PVV, eerder de LPF en de SP. En nu ook 50+. Dat dat heel vaak mensen zijn dus met een lagere opleiding. Terwijl we zien bij GroenLinks en D66 wordt dat alleen maar scherper eigenlijk, dat vooral hoger opgeleiden zijn. We zien dat die traditionele partijen ook op die opleidingsas eigenlijk verdeeld worden. Dat bijvoorbeeld de VVD eigenlijk leegloopt naar D66 onder hoger opgeleiden, leegloopt naar de PVV onder lager opgeleiden. Maar dat bijvoorbeeld bij de laatste verkiezing beide ook weer terugkwamen om strategische redenen. Maar die scheiding die is er nog steeds en die kan bij de volgende verkiezingen toch weer heel sterk naar boven komen. En zo wordt eigenlijk elke partij daar een beetje door verscheurd. Wat voor issues zijn dat dan, waarom die nieuwe splijtingen ontstaan? Dat zijn meer culturele thema's van willen we Nederland zo houden als het was of openstaan voor allerlei nieuwe invloeden. Cultureel gezien, economisch gezien, de Europese eenwording, globalisering, waardoor een land veel minder invloed heeft. Nou, voor sommige mensen biedt dat voordelen, voor andere nadelen. Dus in die zin is dat ook een economisch conflict, maar het is ook iets cultureels en mentaals dat mensen met precies dezelfde economische belangen toch heel anders over globalisering kunnen denken, puur om hoe hun leefwereld eruit ziet. Ja, eigenlijk een heel recente scheidslijn is wel leeftijd. Dat zie je nu ook wel snel naar boven komen rond de hele pensioenkwestie en de opkomst van 50+. Laatst heeft Maurice de Hond onderzocht hoeveel mensen overwegen misschien 50+ te gaan stemmen naar leeftijdscategorie. Nou ja, en dan zie je eigenlijk van dat er geen scheiding op het moment groter is dan die. Dat 38% van de 50-plussers overweegt 50+ te stemmen en 1% van de jongste categorie kiezers. Dus de komende tijd zullen we zien dat die scheiding belangrijker gaat worden. En die zal ook een bepaalde geografische vertaling krijgen. Nou, dan het politieke landschap. Een traditionele links-rechtsas is eigenlijk niet meer afdoende om het politieke landschap in te delen. Je hebt er minimaal nog één as doorheen nodig en eigenlijk nog wel 10 assen, maar om het nog enigszins simpel te houden zou je dit schema kunnen gebruiken. Wordt ook gebruikt door het kieskompas, dat is een van de stemwijzers die de laatste jaren zijn ontstaan. Deze as gaat vooral over de economische thema's, meer herverdeling, minder herverdeling. Grotere overheid, kleinere overheid. Terwijl deze as gaat meer om thema's als criminaliteit, culturele issues, Europese eenwording, globalisering en migratie. Ook wel of je meer individualistisch ingesteld of meer de samenleving als een geheel ziet. Natuurlijk zijn er allerlei uitzonderingen, maar grofweg kan je zo'n tegenstelling maken. Nou, daarbij was het meestal zo, de afgelopen 30 jaar, dat een partij die links was ook vrij progressief was. En een partij die rechts was wat meer conservatief. Terwijl dat voor de kiezers eigenlijk helemaal niet zo geldt. Heel veel kiezers zijn links en conservatief.
En dat is dus ook het probleem dat de PvdA in de loop der tijd veel te veel eigenlijk naar die hoek is opgeschoven. Onder invloed van vooral het hoger opgeleide kader. En hier heel veel ruimte heeft laten zitten. Want de meeste kiezers zitten hier ongeveer evenveel en eigenlijk de minste hier. Terwijl het beleid de afgelopen 30 jaar ongeveer hier heeft gezeten. Heel progressief en ook veel liberalisering en privatisering. En dat is eigenlijk niet waar de gemiddelde Nederlander zich bevindt. Die zitten toch het meest hier zo. Nou, waar staan de partijen in dat schema? Nou, daar kan je heel lang discussie over voeren met mensen van partijen. Vooral bij de SP merk je de wat hoger opgeleide mensen die willen er niks van weten dat ze enigszins conservatief zijn. Maar ik zou ze aanraden heel conservatief te zijn, want daar ligt het grote gat. En het grote deel van de achterban heeft toch wel behoorlijk behoudende standpunten en zit best wel dicht bij de PVV. Terwijl de leiding die wil eigenlijk niks weten van dat die partijen in heel veel punten ook wel dicht bij elkaar zitten. Die denken wat meer in die traditionele links-rechtsas. Partijen bewegen hier ook wel op. De VVD die is duidelijk bezig die kant op te verschuiven. Ik heb het kaartje nog voor de laatste verkiezingen gemaakt om dus de PVV-kiezers terug te winnen. En dat is de afgelopen keer dus ook heel goed gelukt. Ik denk nog steeds dat de SP en de PVV eigenlijk te radicaal zijn voor die grote groep kiezers die zich hier bevindt. Dus ik verwacht nog in de toekomst nog heel veel verschuivingen naar andere partijen of misschien het ontstaan van nieuwe partijen. Om dus die grote zwevende groep die dus eigenlijk in het midden zit, juist het midden is aan het bewegen, het zijn niet de extremen. Die kan dus nog alle kanten opgaan. Nou, de electorale geografie van Nederland, nou ja, daar zien we dus die driedeling die ik net zei, die drie lagen van die religieuze scheiding, inkomen. Dan die urbaan, suburbaan, platteland tegenstelling en de nieuwe contrasten. Daar hoort bijvoorbeeld ook nog bij groei versus krimp. Je merkt hoe men stemt hangt niet alleen af hoe je positie op het moment is. Het hangt er ook heel erg vanaf hoe je de toekomst ziet. Iemand met een toch bovengemiddeld inkomen die verwacht heel erg achteruit te gaan, die zal toch eerder naar PVV en SP neigen. Terwijl iemand die nu nog niet zo rijk is, maar toch wel verwacht binnen beperkte tijd vooruit te gaan, die zal toch eerder voor VVD, D66 en GroenLinks gaan. Wat je heel erg bij de studenten ook wel ziet. Die krimpgebieden van het land, dat zijn dus vooral Oost-Groningen, Zuid-Limburg, de Achterhoek en Zeeuws-Vlaanderen. Gebieden waar in de jaren 70 heel veel is beloofd door de politiek. We zorgen ervoor dat dit net zo rijk blijft of wordt als de rest van het land. Ja, dat heeft natuurlijk hele verkeerde verwachtingen gewekt, waardoor men extra gefrustreerd is. Dan is dus belangrijk die secularisatie. Gebieden die ontkerkelijken, daar komen heel veel kiezers vrij die altijd trouw christelijk stemden en nu ineens alle kanten op kunnen. Ja, dan is er nog een beetje verschil Randstad, rest van het land, maar ja, daar wordt heel veel over gepraat, maar ik vind dat die scheiding eigenlijk heel erg klein is. Dat de verschillen eigenlijk meer in de Randstad en in de periferie van het land zitten. Dat ik eigenlijk heel andere verbanden zie, dat Amsterdam eigenlijk meer bij Nijmegen hoort en Rotterdam misschien wel meer bij Helmond, qua wat voor type steden het nou zijn, wat voor type mensen er wonen. Dus de tegenstellingen zitten soms ook heel dicht bij elkaar, dat ook gewoon binnen steden. Katholieken zijn dus in veel hoger tempo aan het seculariseren. Het protestantse deel van het land heeft dat al veel eerder meegemaakt. Die mensen hebben dus ook al veel langer nieuwe politieke posities gevonden. Dat begon eigenlijk al in de 19e eeuw, die ontkerkelijking. Dus die hebben gewoon al generatie op generatie stemmen ze PvdA of VVD. In het katholieke deel van het land was het toch echt nog tot ver in de jaren 80 wel dat heel veel mensen gewoon op het advies van de pastoor op de KVP en later het CDA stemden. En daar is die ontkerkelijking veel later begonnen. Dus daar zijn nu heel veel kiezers die eigenlijk loskomen van het CDA en eigenlijk helemaal nieuw gaan kiezen. En daardoor ook bepaalde switches tussen partijen maken die voor mensen die al langer met politiek bezig zijn, heel onlogisch zijn. Die gaan zo van PvdA naar PVV, SP, CDA, eigenlijk alle kanten op. En waarschijnlijk gaat het op een gegeven moment zich dus ook weer stabiliseren, verwacht ik. Je ziet dat Brabant en Limburg die maken hele rare switches, maar uiteindelijk trekken ze wel naar het Nederlands gemiddelde toe. Dan naar de regio Amsterdam.
daar heb ik even ingezoomd van die kaartjes van net. Amsterdam echt PvdA-bol werkt, de andere steden eromheen ook. Nou, vooral aan de zuidkant heel veel VVD-kiezers in al die rijkere plaatsen. CDA nauwelijks, tot je diep in het groene hart gaat. Nou, dan die Green Belt. SP en PVV doen het vrij goed, zowel in het stadsdeel Noord als in de gemeentes die daarachter liggen. Zoals Purmerend en Zaanstad en IJmuiden, Beverwijk, dat soort plaatsen. Nou, naar Amsterdam. Op de linkerkaart zien we de uitslag per wijk van de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Welke partij was nou het grootste? Blauw VVD, rood PvdA. Nou, dit is ook duidelijk, die inkomenstegenstelling. Dit is het rijke stuk van de stad. Het enige wat je eigenlijk blauw zou verwachten is dat Oostelijk Havengebied. Maar dat is dus rood. Daar woont een beetje de linkse bovenlaag van Nederland. En dat is de kaart van de Europese verkiezingen in 2009. Nou, daar gold dat strategisch stemmen niet. De opkomst was ook wat lager en dan zie je een volkomen andere uitslag. Die hier ook wel onder zit, maar ja, toch door dat strategisch stemmen een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Hier zie je echt, het heeft heel erg ook met die ringweg te maken. Het centrale deel en de buitenwijken. Vooroorlogs, naoorlogs is ook een duidelijke tegenstelling. Je ziet D60 alle hoger opgeleide wijken die ook welvarend zijn. GroenLinks en de wijken die niet welvarend zijn, maar waar wel veel hoogopgeleiden wonen. Dus dat zijn die nieuwe gentrification gebieden. GroenLinks zat vroeger hier ook heel sterk, maar wordt eigenlijk een beetje weggedrukt. Omdat hier de prijzen te hoog worden voor die doelgroep. Naar die nieuwe groeigebieden eigenlijk daar weer buiten. Bijvoorbeeld ook de eerste stukjes van Noord. Daar gaat GroenLinks omhoog. PvdA alleen nog de grootste in wijken waar echt een meerderheid allochtoon is. Dus de Bijlmer, Slotervaart, Kolenkit. En de PVV in heel West en Noord. Ja, Amsterdam is een stad die heel erg in beweging is, waar ontzettend veel nieuwkomers steeds binnenkomen en ook weer verder verhuizen. Zowel door de stad als uit de stad. Het is echt een doorschuifstad dus. Wat binnenkomt is eigenlijk vaak of hoog of laag. Heeft een lage opleiding, is vluchteling of allochtoon of heeft juist in een andere stad al gestudeerd of gaat studeren. En vaak is het vooral de middenklasse die vertrekt. Mensen vertrekken ook naar heel verschillende gebieden. De rijkere mensen die gaan naar het Gooi of het Groene Hart of de Veluwe. Middenklasse wat meer naar de groeikernen. Inmiddels ook wel gevolgd door lagere klassen. En de juppen en studenten rukken er steeds verder op in die 19e eeuwse gordel. Nou, wat ik dus net al zei, van nieuwe woonwijken die creëren dus nieuwe proteststemmers uiteindelijk. Omdat het toch ten koste gaat van de wijken die er al zijn. Je zult toch meer op verdichting moeten richten. Hoe kan je door hier en daar wat toe te voegen de leefbaarheid in de wijk overeind houden. Zorgen dat niet iedereen daar wegtrekt, dat niet alle voorzieningen verdwijnen. Die krimpgebieden moeten ze gewoon beseffen van die krimp is er gewoon. Zal alleen maar meer worden, er moet niks aan te doen. Het beleid moet daar helemaal op gericht zijn. Je moet ervoor zorgen dat die krimp niet al te schrijnend zichtbaar wordt. Dat betekent dus eerder dat je twee scholen of twee winkels samenvoegt, dan dat ze allebei lopen te verpieteren. En dan dus in die woonwijken die je nog bouwt, of de woonwijken die er al zijn, rondom menging of juist segregatie. Volgens mij is het heel belangrijk dat mensen op hele kleine schaal met soortgenoten wonen, maar wel heel dichtbij andere type mensen tegenkomen. Nu zie je dat het steeds verder uiteentrekt. Dat mensen ook heel bang worden, bijvoorbeeld voor allochtonen, terwijl ze juist heel ver vandaan wonen. Omdat ze ook geen voorbeelden meer krijgen dat het allemaal ook wel weer meevalt. Tegelijk zie je mensen die er heel dicht op wonen, juist ook een hele grote weerstand krijgen. Want ja, hoe je het ook weet of keert, het leidt gewoon, ook goed bedoelde dingen leiden wel tot problemen als mensen van heel verschillende culturen heel dicht op elkaar wonen. Wat is daar nou de goede tussenvorming voor? De wethouder, ruimtelijke ordening hier in de stad, heeft een keer genoemd homogene straten in heterogene buurten. Dat vond ik wel een mooie van, zorg ervoor dat, respecteer dat mensen heel dichtbij toch het liefst in een eigen groep wonen, maar laat ze niet zo ver de stad uit verhuizen dat ze eigenlijk helemaal niet meer zien hoe de samenleving in de stad nou functioneert.
Nou, super bedankt voor de aandacht. Dankjewel, meneer Jos de Boot. Graag gedaan.